De Brahma Kumari Spirituele Organisatie heeft in verband met de Internationale Dag van de Vrede op 21 september een workshop gehouden. Deze ging over hoe je vrede in jezelf kan hebben en hoe de omgeving hierop kan reageren. Brahma Kumaris Loes Bemmel vertelt dat haar spirituele organisatie reeds geruime tijd meditaties houdt over de wereldvrede. De Brahma Kumaris hebben ook altijd elke derde zondag van elke maand een uur speciale meditatie voor wereldvrede. Dus we hebben die twee activiteiten bij elkaar gebracht en we zeggen we doen het in de vorm van een vredesworkshop. Het is een meditatieve workshop waarbij we gaan nadenken over vrede, gaan kijken hoe je vrede kan ervaren, gaan kijken hoe je vrede kan behouden en wat je kan doen om te helpen dat vrede in de wereld een plek krijgt. Bemmel zegt verder dat ze beseft dat er nauwelijks sprake is van vrede in de wereld. Zij gelooft echter dat indien een individu de vrede in zichzelf zoekt en vindt, op een gegeven moment er ook vrede in de wereld zal zijn. We weten dat er zoveel onrust en onvrede is in de wereld. Maar we als spirituele organisatie met de kennis zoals wij die begrijpen, het begint bij onszelf. Dus het vraagt heel veel diepgang, het vraagt heel veel tijd om aan jezelf te besteden en na te gaan, kan ik bij mijn kern van vrede blijven. Want er gebeurt heel veel om ons heen. Er zijn zoveel dingen om ons heen die onrust creëren. Zelfs de natuur is een beetje boos op ons. Maar wat kan ik doen zodat ik wel iets kan betekenen? En we gaan ervan uit dat als mijn kern, als ik in mijn kern blijf zitten van vrede, dat betekent, ik herinner mezelf steeds eraan dat vrede eigenlijk bij mij hoort. Dat is de oorspronkelijke natuur van elke ziel. En ik herinner me eraan, dan kan ik kalm blijven. En als ik kalm blijf, help ik mijn omgeving om kalm te blijven. En als de omgeving kalmer is, kunnen we beter dingen met dingen aan. Kunnen dingen beter aan. Loes Bemmel, een van de Brahma Kumaris, over de workshop die gehouden is in verband met de Internationale Dag van de Vrede op 21 september.